Voorjaarskriebels? Denk aan Houthandel het Anker. Voor alle tuinideeën met hout. Hout, hout, hout. Houthandel het Anker. Op industrieterrein De Hoge Kamp in Ulft. En via onze webshop hetanker.tv. Ja, we moesten eventjes de zure appel hen bieden, want koude nachten en overdag was het ook niet altijd even vuil. De zon was er niet zo heel veel bij. Afgelopen nacht ook nog vast aan de grond gehad, maar vandaag was het dan wel veel bewolking, vooral in de Achterhoek. Want meer naar het westen, zuidwesten, daar was de zon wel aanwezig, maar daar hadden we hier niet zo heel veel van. En ja, in de ochtendperiode nog een klein beetje regen wat wegtrok op wat plaatsen. Maar de temperatuur die gisteren nog amper de 10 graden kwam, die komt vandaag toch iets hoger uit. Al is het in de Achterhoek toch wel, wordt weer een beetje aan de lessen mem zitten qua weer. Want dat het goed komt, dat kun je wel zien op de foto van Evi Kolenbrand, want die heeft al een ooievaar gespot bij het zandgat van Netter, althans bij de buurman ervan. En er zit al een paar maanden te kijken, maar ja, één ooievaar brengt nog geen jongen, maar het zal vast wel goed komen. Wil je nog een foto opsturen, dan kan een foto @gerritsweerpraat.nl. Vandaag zijn we eigenlijk best wel op een speciale plek en dat is in de Heurne bij Radio Bargeboer. En dat is een keer wat anders als buiten een beetje rondkijken, want Erik is helemaal verzot van muziek en van Achterhoekse muziek en alles wat erbij hoort. En Erik, eerder hij thuis wij met de zendmast bezig, of niet? Ja, zeker weten. Ja. Want ik ben toen verhuurd en dan kon natuurlijk zo'n mast niet min in de Heurne staan. Hè? Want dan moet de vliegtuigen nog omvliegen, zeker? Nee, dat kan precies. Maar de hobby werd steeds duurder. En dat werd gepakt en dan ben je zo paradies, had ik weet. Maar nou zit je hier min in de Heurne en hoe doe je het nou dan, Erik? Ik doe het nog via internet. Ik heb eerder, ik ben begonnen, heb ik een eigen website gehad met Rij Bellenboer. Ja. Maar helaas, dat liep vergemeten. En zo zijn er andere jongens van een Duitse eigenaar. Goh, kom toch hier draaien. Ik heb dus een beetje aan nodig. Ik zei je later. Ik vind prima, ik kom bij jullie draaien. Oh. En dan heb je 2 dagen, vast iets aan dagen. Hey Erik, ik wens je nog veel plezier met jouw uitzendingen. En wie ziet elkaar wel een keer? Is prima. Het werd langzamerhand toch voelbaar zachter. De temperaturen lopen lekker op. We zitten dan in de warmere lucht. Ondanks dat het komende nacht een graadje of 5, 6 is met wolkenvelden, maar ook wel wat opklaring. En morgen ook nog wel redelijk wat bewolking in de Achterhoek. Zit weer toch wel in de zachtere lucht. En dan kan het maar zo 17, 18 graden worden op de zaterdag. En de zondag zal er zelfs nog een schepje bij opdoen. Dan is er wat meer zon. En dan kan het ook 17, 18 graden worden of zelfs nog iets meer. Heel mooi weekend voor de boeg. S'nachts ook niet koud. Ik zei al, naar zaterdag toe 5, 6 graden en ook naar zondag zal het zo rond die temperatuur liggen van rond de 5 graden. Al met al dus goede vooruitzichten voor het weekend. De neerslagkansen zijn heel erg klein. Misschien dat de zaterdag later nog een drupje valt, maar het zal niet heel veel zijn. Maar verder blijft het dan droog en ook volgende week komt er niet veel of geen neerslag. Dan moeten we het voorlopig mee doen. Goed gaan.